allemaal, dit is een andere video dan dat jullie van mij gewend zijn. Ik heb namelijk items binnengekregen van Lounge Underwear en die ga ik met jullie delen. Dus dit wordt echt een aparte video. Wat het dus wel is, Lounge Underwear heeft gewoon echt dames underwear. Dus het is echt een leuke video voor de dames, voor mannen. Ja, je kunt hier ook naar kijken, maar misschien wellicht een cadeautje voor je vriendin of wat dan ook. Of je vindt het gewoon heel interessant om naar te kijken, dat kan natuurlijk ook. Maar ja, dit is dus wel echt een video wat ik zelf persoonlijk vind voor een dame. Ik ga ze verder niet aantrekken. Dat omdat ik nu op mijn buik zit en sommige maten toch iets kleiner heb genomen. Zodat ik er na de zwangerschap gewoon lekker lang van kan genieten. Bikini zou ik wellicht gewoon kunnen passen. Maar toch vind ik het een beetje oncomfortabel eruit zien. Maar ik ga hieronder, rechts onderin ga ik foto's zetten van de modellen op de webshop. Die ik heb zien staan. Dan kunnen jullie precies zien hoe de items eruit zien. Dus nu ga ik met jullie het pakketje uitpakken. Oké. Let's see. Nou, er zit een zakje in met lingerie. Een kaartje. En er zitten bikinis in. Zelf ben ik heel erg weg van bikinis. Badpakken vind ik op z'n tijd ook wel leuk. Maar bikinis is voor mij, ja, ik weet niet. Vind ik zelf persoonlijk gewoon leuker. Ik heb wel gewaagde bikinis ertussen zitten. Maar die kleurtjes heb ik uitgekozen omdat ik die of nog niet heb of gewoon heel erg leuk vind. En wanneer ik op vakantie ga, dat weet ik nog niet. Maar goed, ik wilde het gewoon alvast hebben. En ik dacht, ja, het is wel, ik kan nu wel grotere maten gaan nemen zodat het er nu past. Maar het is denk ik fijner om toch wel weer gewoon mijn eigen maat te nemen. Zodat ik over 2,5 maand, wanneer ik bevallen ben, dat ik ze daarna gewoon lekker aan kan doen. Anders is het ook zo zonde. De eerste is een rode bikini. Mijn navel is trouwens net afgebroken, dus alsjeblieft let er niet op. Het is echt heel lelijk. De eerste is een rode bikini. En deze vond ik bij de dame, zeg maar op de foto die nu hieronder komt, vond ik hem echt heel mooi staan. En nu ik hem zo zie, vind ik hem ook echt super mooi. Dit is het topje. De kleur is ook gewoon echt heel mooi in het echt. Het lijkt een beetje oranje op beeld volgens mij, maar dat is het niet. Met die bandjes. En die bandjes zijn gespleten bandjes. Hier aan de voorkant en hier aan de achterkant staat ook de lounge. Er zit geen beugel in. Dat vind ik persoonlijk wel heel vrouwelijk. Vind ik gewoon heel mooi. Ja, ik heb deze in een maatje M. Ik heb trouwens alle topjes in een maatje M. En alle broekjes heb ik in een maatje S. Omdat mijn borsten, zeg maar, in vergelijking met de onderkant wat groter zijn. En dit is het broekje. Wat gewoon heel bijpasselijk is. Precies dezelfde kleur. En aan de achterkant staat er lounge. En de stofjes, moet ik zeggen, zijn wel echt een hele fijne stof. Heel dik ook. Ja, ik hou hier wel van. Kwaliteit vind ik wel echt het allerbelangrijkste. Dat is dus item nummer 1. Nummer 2. Het zijn trouwens 3 bikinis die ik heb binnengekregen. Dat is een beetje een roze-achtige, roze-goud. Echt een hele mooie kleur. Ik zou ook weer een foto van een model die ook op de webshop zag hier zetten. En dit is de volgende. Dit is weer een heel ander topje. Een beetje zo'n strapless idee, maar dan gewoon met van die bandjes. Wat je hier zeg maar ziet is dat die tot en met hier op je borst valt. Dat je hier aan de onderkant nog een klein beetje van je borst ziet. Vind ik persoonlijk heel vrouwelijk. En de bandjes zijn ook weer bij deze aan de voorkant gesplitst. En aan de achterkant is hij wel gewoon heel. En hier staat dan ook weer lounge op. Maar kijk even naar het kleurtje. Het kleurtje is echt heel mooi. Het is een beetje rosé goudachtig. Ja, niet rosé goud. Een beetje roze goudachtig. Echt heel mooi. En dat broekje vond ik ook heel mooi. Want dat broekje is dus hier heel dun. En ik vind dat persoonlijk wel heel mooi in een bikini. Vandaar dat ik deze gekozen heb. Het is geen string bikini. Het is wel gewoon normaal aan de achterkant. En aan de voorkant is die ook gewoon prima. De volgende. Dat is een zwarte bikini. En ja, zwarte bikinis heb ik niet heel veel, moet ik zeggen. Omdat ik op vakantie het sowieso leuk vind om verschillende kleurtjes aan te hebben. Maar deze vond ik gewoon echt heel leuk door het topje wat mij heel erg aansprak. Dit is dus het topje. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar hier aan de onderkant is hij dus doorzichtig. Of althans doorzichtig. Je kan er dus doorheen kijken. Waardoor je dus de onderkant van je borsten wel een beetje ziet. Maar ja, je ziet voor de rest niet heel veel. Ik vind dat persoonlijk gewoon heel mooi en heel vrouwelijk staan. Ja, verder heeft hij niet heel veel stof. Dit is gewoon lekker een dun bandje. Aan de achterkant heeft hij ook zo'n dun bandje. En dit is overigens ook weer een hele lekkere stof. Echt weer heel dik en heel fijn. Volgens mij zie je het ook wel op camera. Dat het gewoon echt goed, van goed kwaliteit is.
Dus dat is bikini nummer 3. Met dit broekje. En ook dit broekje heeft weer zo'n doorzichtige bovenkant. Waardoor het gewoon heel mooi past bij je topje. En aan de achterkant staat er weer lounge. Dat waren eigenlijk de bikinis die ik heb binnengekregen. Heb ik verder ook lingerie binnengekregen. En ja, ik vind deze echt heel mooi. En ik ga ze ook meenemen naar mijn zwangerschapsshoot. Want die moet ik nog doen. Ik ga ze niet allemaal denk ik aantrekken. Maar wel een paar. En dan moeten we even kijken welke ik eigenlijk binnen heb gekregen. Want ik heb ze nog niet eens opengemaakt. Moet je nagaan. Nou, we gaan met de eerste beginnen. Oh ja, dat is deze. Dit is het broekje. Althans, het stringetje. Met lounge erop. En ik vind dat gewoon, ja, ik vind het lounge helemaal niet storend. Soms vind ik bepaalde teksten of zo, vind ik best wel storend. Maar dit valt op zich wel mee. Dit vind ik niet, nee, dit vind ik niet storend. Daarbij heb ik ook een bijpassende BH. Dat is deze. En deze vind ik ook gewoon echt heel vrouwelijk. En met de, ja, er zit wel een beugel in. Dat op zich vind ik dat niet erg. Nu tijdens mijn zwangerschap kan ik er niet tegen een beugel. Maar, of althans nu niet. Nu ik 31 weken ben. Maar daarvoor kon ik altijd wel hoor. Maar hier zit dus een beugel in. En na mijn zwangerschap kan ik deze gewoon dragen. Ja, ook weer hier een printje met lounge erop. En ja, dat is item nummer 1. En hij is heel stretchy. Hij is echt heel stretchy en stofje is ook gewoon prima. En past ook heel leuk bij elkaar. Ik ga weer een fotootje van een modelletje hier neerzetten. De volgende is een witte. En ik hou persoonlijk heel erg van wit. Want ik vind het mooi bij mijn huidskleur staan. Wit en rood vind ik echt heel mooi bij mijn huidskleur staan. Als het gaat om lingerie en zo dan. Zwart ook wel hoor. Maar dat is weer zo basic. Het is gewoon zo, weet je, is toch iets simpeler. Dit is dezelfde als de zwarte eigenlijk. Alleen heb je dan aan de voorkant is het stringetje gewoon iets anders. Die andere was iets breder. En dit was een andere stof. En dit is gewoon volledig van kant. En ik vind kant echt heel mooi. En weer staat er lounge opgedrukt. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar ja, dit is echt heel mooi. Ik vind hem echt heel mooi. En lekker stretchy. En samen met deze bijpassende BH. Dus ook helemaal van kant. En dit is gewoon echt fucking mooi. Bij een zwangerschapsshoot of wat dan ook. Dit is gewoon echt, ja, I love it. Ik hou hiervan. Die kleuren ook echt perfect gewoon. En de laatste setje die ik binnen heb gekregen is weer een zwarte. Ik word gewoon echt vrolijk. Eén keer in het jaar ongeveer, of nou één keer in het half jaar ongeveer, hou ik dan gewoon echt lingerie voor mezelf. En hou ik heel veel dingen nieuw en doe ik ook heel veel dingen weer weg. Gewoon omdat ik het gewoon leuk vind om het niet zozeer voor een ander, om het voor een ander aan te trekken. Maar gewoon voor jezelf is het gewoon, ik vind het gewoon leuk, mooi staan. Ja, ik vind het echt heel leuk om zulke dingen binnen te krijgen. Niet altijd, maar één keer in de zoveel tijd is het gewoon leuk om het te hebben. En als laatste heb ik deze. En deze is eigenlijk een beetje hetzelfde als die bikini die jullie net zagen. Ook weer met dat doorzichtige aan de onderkant. En deze is ook zonder beugel, maar wel met een lekker stretchy band erin. En hier staat ook weer lounge op. Dus dat is het topje. En daarbij heb je ook weer een bijpassende string. En dat is ook weer net zoals die bikini. Weer doorzichtig. Toch wel weer een ander soort detail dan de meeste stringetjes die je dan hebt. Die gewoon simpel zwart zijn. En ook hier staat lounge op. En ook weer hier een fotootje van een model die hem aan heeft. Ik vind het wel jammer dat ik ze niet voor jullie aan kan trekken. Want ik heb ze, ja, ik heb ze nog niet gepast. Maar ik vind ze wel echt heel mooi. En ik wil ze ook wel echt allemaal het liefst gewoon aantrekken. Want ja, zoals ik net al zei. Ik vind het gewoon heel leuk om één keer in het half jaar ongeveer voor mezelf gewoon dit soort dingen aan te schaffen. Omdat het toch wel weer, als je ze dan aan hebt, dan voel ik me toch wel weer dat ik denk, oh ja, mooi. Het ziet er mooi uit. Dus dat eigenlijk, dat waren alle items. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om de items te zien. Ze hebben nog veel meer leuke items op de website staan. Dus ga even kijken. De kwaliteit is echt top. Echt top. En je kan er echt, ik geloof wel, heel lang mee. Als je kijkt naar de kwaliteit, je kan er gewoon heel lang mee. En zoals die kanten lingerie, ja, ik vind het gewoon echt heel mooi. Ook bikinis zijn echt top. Dus zeker een aanrader. Nou, mocht je dit nou ook willen, ik zet even de webshop hieronder van Lounge Underwear. Kan je gewoon naar de webshop gaan. Ook een linkje staat in de beschrijving waar je gewoon op kan klikken. Dat is wat sneller. Dan kom je gelijk op de webshop. En ik hoop dat jullie
dit soort video's leuk vinden. Ik vind dit soort video's wel heel leuk om met jullie te delen. Ook gewoon omdat het gewoon... Ja, vrouwen onder elkaar is dat wel gewoon heel... Ik vind dat heel leuk. Ik vind het ook niet iets raars om over te praten. Alleen ik vind het ook wel jammer dat ik ze niet van jullie kan aantrekken. Omdat ik nu dus met mijn buikje zit. Maar wellicht over een halfjaartje dat ik dat weer wel kan. Mocht je dit een leuke video vinden, doe lekker je duimpjes omhoog. Abonneer op mijn kanaal. En er komen nog heel veel leuke video's aan. Ook aparte video's probeer ik wel zoveel mogelijk te filmen. Maar soms kom ik er gewoon niet aan toe omdat ik mezelf niet goed voel of wat dan ook. Omdat mijn zwangerschap niet helemaal lekker verloopt. Maar dat zie je natuurlijk in de normale vlogs. Nou, nogmaals, ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En ik zie jullie de volgende keer weer.